Hallo, ik ben Leon Dekkers. Ik ben gespecialiseerd in verkeersmanagement en ITS. Dat staat voor intelligente transportsystemen. Welkom bij deze e-course. Ik ga daar over dat onderwerp wat vertellen en ik hoop dat je daardoor aan het eind geïnspireerd bent en gemotiveerd om aan de slag te gaan met verkeersmanagement en ITS. Elke wegbeheerder heeft een verkeersbeleid. Daarin is vastgelegd hoe we het verkeer wel en niet de stad in willen hebben, op welke wegen het willen hebben rijden, waar leefbaarheid belangrijk is. Dit samenhangend zorgt ervoor dat we weten waar dat we moeten investeren in infrastructuur en hoe dat we het verkeer de stad in en uit willen hebben. Infrastructuur leg je eenmaal aan, verkeer stad in en uit begeleiden, dat doen we met verkeersmanagement. Verkeersmanagement bestaat uit hoofdlijnen uit een aantal instrumenten, een paar maatregelen noemen we dat. Dat zijn vooral verkeerslichten en dynamische routeinformatiepanelen. Met verkeerslichten bepaal je wie dat er waar voorrang en nagang krijgt, zoals het openbaar vervoer of fietsers. En op belangrijke verkeersaders is dat meestal de auto. En met DRIPS, de dynamische routeinformatiepanelen, kunnen we informatie geven over de routes en de beschikbaarheid van parkeerlocaties in de stad. Aan de hand van die informatie kunnen mensen hun keuzes maken. Welke route kun je het beste volgen? Waar kan je het beste parkeren? Waardoor dat er minder zoekverkeer is en er minder overlast is van auto's op wegen waar we het liever niet willen hebben. Daarbij komt dat we steeds vaker verkeer ook gaan beïnvloeden in het geval van evenementen, werk en uitvoering en andere situaties zoals calamiteiten en incidenten. In dat geval proberen we verkeer over alternatieve routes te geleiden, waar dat we het meer kunnen faciliteren, bijvoorbeeld door langer groen te geven aan de doorgaande richting. Dit doen we vaak niet heel erg lokaal, maar op een hele route of zelfs op een heel netwerk. Wegbeheerders moeten dan vaker samenwerken en samen dezelfde maatregelen tegelijkertijd inzetten, zodat ook de hele route wordt gefaciliteerd. Dit kan dus vanwege verkeersproblemen, maar kan ook zijn omdat we bijvoorbeeld openbare ordeproblemen hebben. Rondom evenementen bijvoorbeeld zijn bepaalde wegen afgesloten en willen we toch dat het verkeer goed op de plek van bestemming kan komen en verkeer wat helemaal niet bij dat evenement wil zijn, zo weinig mogelijk last heeft van dat evenement. Een van de belangrijke verkeersmanagementinstrumenten is het verkeerslicht. Verkeerslichten regelen een veilige afwikkeling op kruispunten. Vroeger deden ze dat op basis van tijd. Dan was elke richting bijvoorbeeld 20 seconden lang groen. Tegenwoordig gaat het met detectoren in het wegdek, zodat we weten waar dat iemand daadwerkelijk staat te wachten en hoe druk het is op welke richting. Verkeerslichten worden daardoor steeds slimmer. Verkeerslichten werken in principe lokaal op een kruispunt, maar als dat je er meer op een rij aan elkaar weet te knopen en je kan zorgen dat ze op de juiste momenten op groen springen, dan kun je een groene golf maken. En met zo'n groene golf kunnen auto's met zo weinig mogelijk stops een hele route afrijden. Dat levert tijdswinst op en heel veel comfort, qua capaciteit nog niet zo heel veel, maar het maakt een route in ieder geval aantrekkelijk. Dat is dan ook een reden waarom best veel steden kiezen voor een groene golf op hun stedelijke inprikkers. De weg van de snelweg naar de binnenstad, als dat daar een groene golf op is, dan wordt die aantrekkelijk om te volgen en blijft het verkeer daar ook rijden. Tegenwoordig gaan we ook steeds meer naar netwerkregelingen, waarbij er niet op straat wordt geregeld, maar er ook centraal keuzes worden gemaakt. Zo kan verkeer op grotere afstand worden gemeten en kunnen de verkeerslichten beter anticiperen op wat er komen gaat. Daarnaast worden groene golven ook vaak ingevoerd op plekken waar de luchtkwaliteit niet al te best is, want door te zorgen dat auto's minder goed stoppen en hoeven op te trekken, wordt de uitstoot en de concentratie ook verminderd. Naast groene golven zijn er ook heel specifieke oplossingen, zoals tovergroen. En met tovergroen wordt het groene licht langer groen gehouden op het moment dat we zien dat daar een vrachtwagen aankomt. Want als we kunnen voorkomen dat een vrachtauto moet stoppen en weer optrekken, dan levert dat heel veel winst op qua milieu, de uitstoot wordt minder, en natuurlijk qua energieverbruik. DRIPS en andere informatiebronnen zijn ook heel belangrijk om het verkeer beter te managen. DRIPS staan op straat, daarmee kunnen we teksten tonen aan weggebruikers die eronder doorrijden. En dat is collectieve informatie. Iedereen die er voorbij komt kan dat zien. Daarop willen we dus ook informatie tonen waar we mee zoveel mogelijk effect willen bereiken. Informatie over bijvoorbeeld de weg die voor je ligt, staat er file ja of nee? Welke alternatieve routes zijn er beschikbaar en zijn daar vertragingen? DRIPS zetten we ook steeds vaker in het geval van calamiteiten en incidenten. Op het moment dat we echt willen dat het verkeer een andere route volgt,
Dan kunnen we met DRIPS informatie geven over de aanleiding en het alternatief. We merken in evaluaties dat het opvolggedrag, het aantal mensen dat daadwerkelijk de route wijzigt, groter is naarmate dat de ernst van de situatie beter is omschreven. Dus als er een incident is, zijn mensen eerder geneigd om een alternatieve route te volgen dan wanneer dat daar gewoon file staat. Waar we met verkeersmanagement de afgelopen jaren een sterke focus hebben gehad op de dagelijkse spitssituaties, verschuift de focus nu langzaam naar de calamiteiten en de incidentsituaties. We merken in de spitsen namelijk dat verkeer niet echt bereid is om een alternatieve route te volgen. De grote winst die we daar kunnen boeken is verkeerslichten vooral steeds slimmer maken en beter op elkaar afstemmen. In incidentsituaties zijn alternatieve routes heel erg belangrijk. Verkeer kunnen we dan informeren, het opvolggedrag is hoger en de bereidwilligheid om die alternatieve routes te volgen ook. Dat stelt andere eisen aan de techniek die je gebruikt. Want in de dagelijkse spits, dan regelen de verkeerslichten het zelf wel, maar die afwijkende situaties, daarvoor heb je echt scenario's nodig en iemand die in de gaten heeft of dat ongeval wel zo ernstig is om een omleiding in te stellen. Daar komen dus vaak verkeerscentrales om de hoek kijken. En vanuit de verkeerscentrales kan je dan DRIPS en verkeerslichten aansturen, voorzien van de juiste tekst en zorgen dat die informatie ook bij service providers komen, zodat iedereen die informatie op de routenavigatie en op de smartphone apps krijgt. Een belangrijke ontwikkeling is dat er steeds meer informatie in de auto beschikbaar komt. Mensen krijgen individuele reisadviezen. Het advies om een alternatieve route te volgen of een bepaalde parkeerlocatie te gebruiken. Deze informatie is heel erg belangrijk en het vult ook aan wat we met verkeersmanagement zelf al doen. Het belangrijke aan persoonlijke informatie is dat iedereen die informatie dus op maat krijgt. Het advies wat iemand in de auto krijgt past ook bij de locatie waar die persoon naartoe gaat. Het geven van informatie op DRIPS is collectief en daarmee proberen we een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken, maar daarmee bereiken we ook een groot deel van het verkeer niet. Die ontwikkeling zien we dus ook gekomen in slimmere voertuigen. Auto's die zelf gaan communiceren met zijn omgeving, informatie versturen over waar dat ze naartoe willen en informatie ontvangen over hoe lang het nog duurt bijvoorbeeld voordat een verkeerslicht op groen springt. Daarmee kunnen auto's zich makkelijker aanpassen met hun rijsnelheid, zodat ze niet hoeven te stoppen en kunnen verkeerslichten met meer informatie over waar staan alle voertuigen, hoeveel komen er nog aan en welke kant willen ze op, beter gaan regelen. Naarmate je meer informatie in verkeerslichten krijgt, neemt de intelligentie in verkeerslichten toe en daarmee de doorstroming. Naarmate je meer intelligentie in de auto krijgt, neemt de informatie daar dus ook toe en kunnen mensen betere keuzes maken voor de beste route naar hun bestemming. Deze ontwikkeling noemen we CITS. Dat staat voor Coöperatieve Intelligente Transportsystemen. Gegeven al deze ontwikkelingen is het heel belangrijk dat wegbeheerders weten dat informatie over een weg, over de infrastructuur en over de situatie die zich daarop bevindt, goed ontsloten wordt. Dat zijn eenvoudige zaken zoals hoe snel mag je ergens rijden, maar er zijn ook wat complexere dingen als waar zijn wegwerkzaamheden precies aanwezig, wat zijn omleidingsroutes, is er een incident, hoeveel rijstroken zijn er afgesloten, hoe lang duurt dat nog? Heel veel van dit soort informatie wordt op dit moment nog niet goed verzameld door markt. De overheid, en zeker zij die iets met de verkeerscentrale doen, kunnen deze informatie goed aanleveren. Daarmee krijgen weggebruikers deze informatie ook in de auto en versterkt dus de ingreep vanuit de wegbeheerder en vanuit de markt elkaar. Maar gezien de ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement ITS, is het van belang dat wegbeheerders een aantal zaken goed op orde hebben. Ten eerste is dat de informatie. Informatie over waar dat knelpunten zijn, waar dat op dit moment ongevallen zijn, hoe lang dat die duren, hoeveel rijstroken er afgesloten zijn. Dat is allemaal informatie die marktpartijen op dit moment nog niet goed kunnen verzamelen. Als wegbeheerders ervoor zorgen dat deze informatie goed wordt vastgelegd, snel wordt beschikbaar gesteld aan de marktpartijen, dan kunnen die dat ook snel verwerken in hun routenavigatie en versterken verkeersmanagementmaatregelen en het ITS in de auto elkaar. Daarbij is het ook belangrijk dat wegbeheerders durven los te laten. Niet bang zijn dat routenavigatiesystemen opeens verkeer over heel andere routes gaan sturen dan waar je het met verkeersmanagement wil hebben. Aan de ene kant omdat die routenavigatie het beste advies geeft voor die individuele weggebruiker. Aan de andere kant, je kan met beleid goed vastleggen waar je het verkeer niet wil hebben, zodat routenavigatiesystemen daar ook goed rekening mee kunnen houden. We zijn aangekomen bij het einde van deze e-course. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aandacht.
En ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn geraakt om met verkeersmanagement en ITS aan de slag te gaan.